You should be sad. Echt niet? Nee, toch? Het is weekend. Het is weekend inderdaad. Het is godnonderknet. Het is weekend. Oh, daar komt nog even een drankje achteraan. Hey, goedenavond. Het is weer deel 2 van Him for the Weekend, uitzending 2. Welkom Rick, welkom. We zijn er weer. Ja, welkom Miguel. Ja, dankjewel. Hallo. En, ja, nee, ik wil eigenlijk net beginnen. Rustig. Moet jou ook nog even aan. Dat was niet jouw cue. Nee. We hebben hier toch een autocue? Waar had je toch aan moeten houden? Godsamme, joh. Nee, welkom inderdaad Dominique Rijman. Stel jezelf eventjes voor in 3 korte zinnen. Nou, dit vind ik heel confronterend. Ja. Maar ik ben Dominique Rijman, ben 23 jaar en ik kom uit Nijmegen. Je komt uit Nijmegen? Ja. Ja, want iedere week bij Him for the Weekend hebben we een gast, een sidekick, die ons gaat bijstaan in de uitzending. En deze week, ben jij dat Dominique? Ja. Rick, we hebben altijd een recept, hè, voor de gast. Iemand Zeker. Moet, ja, we hebben een recept. Maar allereerst, waar kennen we jou van? Van Wat zegt het volk? Ah. Weet jullie dat nog? Ja, dat is even geleden, maar lang geleden inderdaad, ja. Maar we kennen je inderdaad nog. Helaas wel, ja. Maar we gaan even naar het vaste recept, want we moeten Dominique een beetje beter leren kennen, over in ieder geval de luisteraar toch ook. En dat doen we met muziek. Ja. Je hebt 3 nummers meegenomen. Ja, zeker weten. Ik heb Sweater Weather van The Neighborhood. Waarom? Nou, dat vind ik gewoon lekker een goede song. Het is gewoon lekker relaxed. Elke keer als ik in de auto zit en ik draai die op mijn Spotify, dan is het gewoon, dan ben ik in mijn vibe. Ik vind het een diep verhaal, nou kennen we je echt. Oké. Okay. Ik vind dat Lil Kleine sowieso altijd van die chille beats heeft. En dit nummer is altijd wat ik luister als ik een keer voorbereiding voor een feestje. Lekker aan het tutten, make-uppen. Je kent het vast niet. Nou, je hebt geen idee hoor. Er zit hier gewoon een eyelinertje onder mijn oog. Oei. En een dik ook. Godsamme, wat een eyeliner is dat. Dankjewel, zeg. Dat waren de wallen van gisteren. Oké. Okay. Oh, okay. Was je daar? Omdat jij het wil dan, hè? Thanks. Trouwens, les 1 bij radio, niet door een intro heen praten. Want jij hebt nog nooit radio gemaakt, toch? Nee. Nee, precies. Nou, dat moet je in ieder geval niet doen. Jawel, met Job. Met Job. Ja. Deed je dat wel door intro's heen praten? Ja. Dan moet je het namelijk niet doen, hè? Dus dat is een les voor vanavond. Nou, oké dan. Nou, volg allemaal Miguel Laur op YouTube, want hij wil het dat even ook. Bij het programma houden anders? Ja, wij hebben ook een YouTube-kanaal, hè? Ja. Gaan jullie lekker samen naar de stad toe vanavond, maar we zitten wel even grappig te maken. Hoezo mij? Rick heeft ook een vlogkanaal. Ik denk het niet. Ik doe gewoon een shout-out naar jou. Ah, dankjewel. Maar inderdaad, volg Miguel Laugs op YouTube en Instagram. Ja, maar wij hebben ook een Instagram-account, hè? Voor de weekend 2020, die moet je wel vervolgen. Daarover gesproken, ja. We hebben een record. Echt? Of een record. Een record. Een mijlpaal. Een mijlpaal, dat bedoel ik. Oh, wat jij mij gisteren stuurde via app. Ja, die nou, record. Ja, jij stuurde mij een foto gisteren daarvan. Wij hebben gisteren de 1100 volgers gehaald op Instagram. Nee. Nou ja, hey, het is de 2e aflevering voor een beginnend programma. Vind ik daar best wel netjes. Oh, dat vind ik inderdaad heel goed. Nou, niet massaal gaan ontvolgen trouwens. Want we zitten nog steeds rond op de 1100. Ja, maar dat is inderdaad wel goed. Want we zijn daar nu hard aan het werken. Ja. Ja. Ga dat gewoon volgen. Ja, soms denk ik ook wel een beetje van, het zal me een worst wezen. Ja, je hebt gewoon je eigen kanaal. En als mensen jou niet leuk vinden, ja, dan niet. Ja, maar jij hebt echt zo'n influencerkanaal. Vind je? Ja, dat vind ik wel. Die post elke keer van die naaktfoto's. Ja. Ja. Zal me een worst wezen. Sorry. Hey, even terug op die shout-out die je net naar Miguel deed. Uh-huh. Misschien is het wel leuk als ik ook een klein beetje aandacht krijg. En die krijg ik. Deze week van Netta. Oei. Ja. Die, weet je wel, die iets wat voorstere Israëlische zangeres die 2 jaar terug het Songfestival won. Die heeft deze week een nieuwe single uitgebracht. En die heet Ricky Lake. Niet! En die gaan we nu draaien. Ricky. Je meet het niet, joh. Niet door de intro. Jezus Christus, man. Vind je het echt zo kutje? Ja, ik vind het eigenlijk Het is niet echt mijn mening, maar het is gewoon... Het is gewoon een feit. Het is feitelijk gezien is het kwalitatief kut. Ja, oké, dat klopt. Maar het is gewoon een carnavalsnummer, toch? Ja. En het is bijna zover. Maar ik hou niet van carnaval. Hoezo ik vind het echt geen carnavalsnummer, nee. Nou ja, in Brabant. Ja, jij komt uit Gelderland. Heb je ooit Brabants carnaval gevierd? Oh ja. Heb je ooit Brabants carnaval gevierd? We wonen 20 kilometer uit elkaar en dan is het een totaal cultuurverschil. Ja, maar dit hoor je door en door. Ja, dat is wel zo. Maar er zit niks carnavalesk in. Nee, oké. Okay, geen toeten of hoenbapa of weet ik veel wat. Oh, Molenstraat. Is wel leuk daar. Is
geen reclame hoor. Ik moet zeggen dat ik een klein beetje sceptisch was toen over die plaat. Ik heb hem vorige week namelijk wel in de playlist gezet. Maar ik wilde graag dat Face DJ Ruud zou winnen eigenlijk voor de Hymn of the Week. Deze heeft uiteindelijk gewonnen. Ik moet zeggen, klinkt toch wel lekker. Jawel. Maar jawel, niet toch? Zo lekker als Old Town Road. Nee, oké. Okay. Het lijkt er een klein beetje op. Zo'n cowboy nummer. Ja, maar ja, dat ook. Dat is de hallo, bedoeling God. Toch? Wauw, oké. Wow, okay. Dat is een klein beetje de bedoeling wel, hè? Ja. Ik vind K3 ook kindermuziek. Okay. We gaan namelijk bellen met DJ Funk D. En hij hangt aan de telefoon. Goedenavond. Hey, ik heb gehoord dat je een nieuwe plaat hebt uitgebracht. Ja, zeker. Die plaat heet Drive-In. En die is gisteren uitgekomen bij Dimitri Vegas en Like Mike op het label Generation Smash. Oh, hoe dat vet is, wel is sick, dat? Man. Hoe heet die, zei je nou? Generation Smash, dat is het label. En mijn plaat heet Drive-In. Oké, okay. Even kijken. Drive-In, ik ga hem even erbij pakken hoor. Ja. Ja, hoe typ je dat? Drive-In, T-H-R-I-V-I-N. Oh. Het voelt een beetje als lingo vandaag. Nog één keer, nog één keer. Nog één keertje. T-H? Ja? En. Je verbinding viel even weg. Even serieus. Nou, Mikael, luister even. Ja, nee, wat is? Drive in. Ja, maar Dominique, hoe spel je dat dan? T. Ja. H. Ja. R. R. I. Oh, op die fiets. Oké, okay, Het is lekker. Oké, okay, maar wat is het volgende feestje waar je gaat draaien? Sta je vanavond nog ergens? Vanavond sta ik in de allerleukste tent van Nijmegen, Sjors en Shim. Sjors en Shimmy! Zijn je nou in Sjors en Shimmy of de leukste tent van Nijmegen? Allebei. Oh, dubbele geek vandaag. Nieuwtje toch, Dominique, had jij? Ja, laten we het maar over het leven hebben. Ja. Over de vrijheid. Want de ambassadeurs van de vrijheid zijn bekend. En dat zijn Roxanne Hazes en Snelle. En die gaan met het bevrijdingsfestival met een helikopter door de lucht heen. En optredens geven. Volgens mij zijn het er 4 in totaal, toch? Oh, shit. Doe je huiswerk. Ja, Roxanne Hazes, Snelle en... Chris Cross Amsterdam. En... Lucas en Steve. Nou. En Donnie. Nee. Oh. Nee, en vrijheid. Anders regel jij dat je met Roxanne meegaat in de helikopter. Nou, niet geschoten is altijd mis, hè? Nou, schiet dan. Goed zo, oké. Okay. Ik zal gewoon even een plaat gaan draaien weer, want... Ja, ik maak me een klein beetje zorgen. Wat saai! Jij maakt je nog eerder dan ik! Inderdaad, Matt Kuttner, Ray Dalton. Sorry. Ik vind het ook een beetje zo'n Hives liedje of zo, vind je niet? Hives? Een beetje Hives-achtig of zo. Lekker krabbelen. Nee, maar even serieus, vind je het niet een klein beetje zo'n nummer wat je dan, wat je op Hives zou kunnen horen? Want als je op een account op komt. Hives. Ja. Daar ken jij dat nog? Ja, zo oud ben ik wel, ja. Sorry. Nee, maar dat vind ik niet. Ik vind het echt een schattig nummer, echt zo'n girly song. Een girly song, ja precies, Hives dus. Back in Time van Pitbull. En Back in Time staat ook dit weekend in Nijmegen Centraal. Oeh. Dit jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd. Dat moet gevierd worden. Dat kan niet anders. En dat wordt ook gevierd. Sinds donderdag eigenlijk al. Ja. Vindt het festival Into the Future plaats op verschillende plekken in Nijmegen. Een van de organisatoren hiervan is Sjors van der Meulen. Sjors, goedenavond. Wat is er zoal te doen op het festival? Nou, er is van alles te doen. We hebben natuurlijk gewoon een heel leuk programma, want het is een blijvend festival. Dus het gaat over muziek, het gaat over dansen, het gaat over feesten. Maar er zijn ook debatmiddagen en workshops en presentaties. Er is eigenlijk van alles te doen. Okay. Er staat ons nog één ding te doen. De Hymnfinity playlist, die mag aangevuld worden. Ja. Op Spotify. Welk nummer wil jij toevoegen, Dominique? Nou, het nummer Circles van Post Malone. En waarom? In godsnaam. Rotzak. Nou ja, oké. Okay. Ik vind zijn stem zo geweldig. Dit is zo'n relaxed nummer. Maar hij is zelf niet zo knap. En het verbaasde mij echt dat dat soort geluid uit hem kwam. Maar ik vind echt, hij is een topper. Ja, een lekker nummer en toch niet knap. Ja. Je doet alsof het heel raar is. Ja. Let me show you. So drink from me, drink from me. Let me show you. We're on a sail, so high. So high. Let me show you across the